Normaal gesproken doe ik natuurlijk altijd FunDrafts op mijn FunDraft account. Ik heb een apart account voor FunDrafts. Daarop heb ik al meer dan 100 FunDrafts gedaan en daardoor ook 100 losses en 0 wins. Dat is echt insane gewoon. Maar dat account staat op mijn PlayStation. Maar ik dacht, hé, ik heb nog nooit de 194 gehad en dat wil ik gewoon een keertje halen. Laat ik een keertje op de Xbox vet voor FunDrafts proberen te maken. Dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan gewoon op mijn hoofdaccount, waar ik zieke spelers heb, gaan we gewoon proberen zo goed mogelijk een FunDraft te maken. En dan gaan we het dus doen. Dan krijg ik wel allemaal losses erbij. Maar ja, weet je, dat neem ik dan maar voor lief. Maar ik wil het gewoon een keertje proberen op de Xbox een zo hoog mogelijk een FunDraft te halen. En als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. Zouden we gewoon de 2000 likes kunnen halen, zo online zijn. En vergeet zeer zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En het voordeel ook van de Xbox is dat ik nog zat FIFA punten, coins heb en alles dergelijke. Dus we kunnen echt giga veel FunDrafts doen. Maar dan moeten we natuurlijk wel een keertje die 194 halen. We beginnen niet echt met hele geweldige opstellingen. Ik kan eventueel voor 3, 4, 1, 2 gaan. Dat is op zich wel redelijk. Ja, we gaan een keertje voor deze. Ga ik niet heel vaak voor. Maar je hebt in ieder geval links en rechts buiten waarin je eventueel spelers neer kan zetten. Alleen is dit wel echt een fucked up begin. Nani, Boateng. Weet je wat, ik ga wel voor deze Team of the Season. Ga ik uiteindelijk denk ik niet gebruiken, maar kan ik dan eventueel als reserve gebruiken. Maar ik ga dus stat op FunDrafts doen. En mocht de eerste FunDraft niet heel goed gaan, dan skip ik hem ook grotendeels. En dan gaan we dan alweer door naar de volgende draft. Maar dat hangt er een beetje ook vanaf wat ik nu ga krijgen. Want centraal aanvallende middenvelder krijg je vaak Maradona of zo. Nu niet, we krijgen wel De Bruyne. Wat natuurlijk ook prima is, maar die linkt met helemaal niemand. Kom op. Nou oké, ik ga nu voor Eriksen. Want uiteindelijk denk ik dat ik een Premier League team ga maken. Maar dit is ook niet echt... Ja, het is wel goed, maar niet goed genoeg, zeg maar. A few moments later. Oké, uiteindelijk valt mijn team qua beoordeling wel mee. 91. Maar ik kom er nu achter dat ik alleen maar special cards heb. Dit is echt insane. Ik heb geen één normale kaart. Ik zat zo een beetje te kijken. Ik dacht, hé, ik heb alleen maar special cards op mijn bank. Maar mijn basis ook alleen maar. Dat heb ik volgens mij nog nooit gehad in FIFA 19. Dus het is echt heel insane. Dus dat nog even iets leuks in de eerste draft. Maar het is natuurlijk geen 194. Dus we gaan door met de volgende draft. En hopelijk wordt dat wel een 194. Volgende draft is ook zeker niet verkeerd. Het is alleen een beetje een nadeel dat ik niet 100 teamgeesten heb gehaald. Maar ja, het was toch ook geen 94 beoordeling. Dus dan maakt het ook iets minder uit. Maar hoeveel drafts moet ik doen voor die 194? Dat is echt niet normaal. Ik heb al zo belachelijk veel gedaan de laatste tijd. Maar ik blijf deze video nog wel even doorstrijden. Ik wil het gewoon halen. Nou, ik ben ondertussen alweer bezig met FunDraft 3. Het gaat op zich best wel redelijk. In ieder geval die linkerhoekje hier zie je wel echt heel chill. Jordi Alba, Ramos en dan nog zo'n Team of the Season uit de La Liga. Mijn aanval is op zich ook wel prima. En mijn keeper is ook wel prima, namelijk Oblak 95. Dus we hebben nu al 92 beoordeling. En mijn team heeft nog best wel wat verbeterpunten. Dus dit zou een heel goed team kunnen worden. Maar dan heb ik natuurlijk nog wel een paar betere spelers nodig. Ik ga nu wel voor Gnabry, want die andere heb ik ook niet nodig. Ik heb sowieso nog een andere centraal verdediger nodig. Maar als ik die heb, dan is het eigenlijk al zo goed als gefixt. Messi 95 of Vinicius. Ik ga wel voor Messi, weet je. Ik denk dat de kans heel klein is dat ik nog zijn 99 versie kan krijgen. Dus ik ga er maar voor. En nu krijgen we Neymar, die natuurlijk ook super sick is. Of Ronaldo. Ronaldo kan ik wel mijn baas zelf stoppen. Maar nee, ja, Neymar is gewoon beter qua rating. Dus ik heb gewoon rating nodig. Ik ga gewoon voor Neymar. En dan hoop ik dat ik zo meteen toch nog een betere spits kan krijgen. Want Dybala is natuurlijk prima. Maar het zou nice zijn als we nog een betere kunnen krijgen. Ederson is ook goed. Ik heb echt zieke spelers op de bank qua rating. Dus dat is een goed teken. Dit is dan wel minder. Balotelli, die ga ik dan voor. Maar dan is dit de laatste kans op een hele zieke spits. En we krijgen Aguero. Oh, nice. Die is helemaal perfect. Want die linkt natuurlijk ook nog met Mahrez. Oh, dit is echt een heel ziek team. Alleen nog een andere centraal verdediger. Dan wordt dit, dat zou dit hem kunnen worden. Dus kom op, een centraal verdediger. En we krijgen op zich... Godin! Nice! 91, dat is meer dan dikke prima. Dan hebben we hier gewoon goede linkjes. Ja, iedereen heeft gewoon goede linkjes. Oh, dit is echt heel nice. En check mijn reserves. Die kan ik allemaal er zo nog inzetten. Ah, zeldzame achtergrond. En dan is mijn beste speler 87. Dat is dan wel een beetje balen. Hier krijg je sowieso niks uit, want dit was geen goede achtergrond. Ik hoop dat we nog even één dik 90 plus speler kunnen krijgen. Dat is dit ook niet. Ja, ik heb gelukkig bij reserves natuurlijk dikke spelers. Maar het zou mooi zijn als ik hier ook nog eentje krijg. Nee, dat gebeurt helaas niet. Nou, dan zitten we momenteel op de 191. Maar ik kan mijn hele bank natuurlijk nog hier neerzetten. En dan gaan we sowieso nog wel omhoog. Maar dan is de vraag hoeveel we omhoog gaan. We zitten nu al op 92. Maar ik heb nog Edison en Grenavi. En nu ga ik Edison hebben de 103 daten. What the fuck, nee. Oh nee, man. Dit is echt fucked up. Zou ik dit nog kunnen veranderen? Ik kan bijvoorbeeld Neymar neerzetten. En dan hebben we wel 193. Als ik nu een mannetje krijg. En we krijgen 2 teamgeesten erbij. Dan hebben we die 193 gehad. En dat gaat lukken. Nice. Oké, dan hebben we in ieder geval de 193 gehad. Met een ziek team, jongen. Dit is echt niet normaal. Ik vind het zo bizar. Hoe kan je de 194 halen? Ja, ik weet dat sommige mensen het hebben gehaald. Maar als je naar dit team kijkt. Dan denk je toch eigenlijk. Dit kan gewoon niet veel beter. Ja, alleen met bank. Bijvoorbeeld Vertongen had beter gekund. En Balotelli hier. Op de bank heb ik een paar steekjes laten vallen. Ja, ik eigenlijk niet. Je moet er mazzel voor hebben. Maar in ieder geval super sick. Dat we nu in ieder geval de 193 hebben gehaald. Dat is toch wel echt heel nice. Maar dit is wel echt een heel lijp team. Maar dan gaan we nu lekker door. En misschien dat de volgende draf wel een 194 gaat worden. Nice, ik heb eindelijk weer een keer de perfecte opstelling. Dat is 4-5-1. Aanvallend, want dan heb je 2 centraal aanvallende middenvelders en we beginnen met Ronaldo. Holy shit, als we nu nog Maradona zouden krijgen, zou helemaal niks zijn. Kijk, ik zei toch, dit is de perfecte opstelling voor een zieke futdraf. Oké, volgende centraal aanvallende middenvelder is wel heel slecht, maar maakt niet uit. We beginnen gewoon met 2 van de beste icons zowat in het spel. Dus dat is heel nice en we krijgen ook nog 99 Modric. Dit moet hem worden. Als we nu een beetje goede spelers kunnen krijgen, dan, ja, dan kan het toch haast niet anders. Dit is trouwens wel fucked up, die links midden. Daar heb ik helemaal niks aan. Linksachter is ook slecht. Dus dat is wel een beetje ballen. We hebben een aantal hele goede, maar een aantal ook slechte. Maar op de bank kan dat natuurlijk gefixt worden. Maar we krijgen ook nog more. Ook nog. Holy shit, dit is echt niet normaal. Volgende centraal verdediger. Ik ga wel voor Sanchez. Op zich 91. Meer dan dikke prima. Kom op, even een goede keeper nog. Tsjech. Ja, ik ga niet voor die icon. Want die icon, ja... Het is wel chill een icon, maar die is gewoon qua rating minder. En ik heb gewoon rating nodig. Rechtsachter. Ik ga nu puur voor rating. Ik ga voor deze Bundesliga. Qua linkjes is het nog niet optimaal. Maar ik heb een aantal spelers in mijn team. Waardoor ik echt een zieke draft kan krijgen. Ik heb nog wel een nieuwe rechtsachter. Linksachter. Rechtsmidden, linksmidden heb ik nodig. Nog centraal aanvallen in de middenvelden. Dus heel veel posities. Maar we hebben nu al 193. Terwijl dan nog lang niet alle posities goed zijn gevuld. Marcelo is trouwens prima. Die kan ik wel gebruiken. Ik denk namelijk dat ik vooral een La Liga team ga maken. Dit maakt niet uit. We gaan snel door. Die belanden toch op de reservebank, die spelers. Messi is trouwens ook chill. Of ik ga voor Eriksen. Dit is trouwens wel lastig. Messi kan ik denk ik beter gebruiken dan Eriksen. Alleen is Eriksen weer een rating hoger. Trouwens, Eriksen ligt natuurlijk wel met Sanchez. Oké, ik ga toch wel voor Eriksen. En dan kan ik eventueel Modric een plekje omhoog neerzetten. Mocht dat nodig zijn. In ieder geval, dat zien we zo meteen wel. Maar mijn bank is tot nu toe nog niet extreem goed. Tadic. Ja, dat zou ik doen. Hij is qua rating het hoogst. En eventueel als ik linksachter Tagliafico nu krijg, dan kan ik Tadic gewoon goed gebruiken. Dus ik hoop echt dat ik nu Tagliafico kan krijgen. Krijgen we nu niet, dan moet dit Tagliafico worden. Kom op, dat zou zo baas zijn als dat gebeurt. En helaas dikke pindakaas. We krijgen wel Godin, 96. Maar linkjes in dit team maken, dat gaat zo lastig worden. Dat is echt niet normaal. Maar we hebben echt zoveel lijpe spelers. Oh, jammer dat de linkjes dan niet goed zijn. Ik ga nu voor Wijnaldum. Die kan ik eventueel ook gebruiken. Volgende... Oh, Ronaldinho kan ik ook gebruiken. Oh, dat is trouwens wel chill. Dan maakt het niet uit wie ik links achter heb. Die linken allemaal. Maar check, ik heb gewoon 4 moment icons. Dat is echt te bizar gewoon. Royce, ik ga wel voor Rodriguez. We hebben wel echt lijpe spelers, man. Kom op, nog even een speler die linkt. Nou, niet echt. Ik ga wel voor deze Fransen. En dan wordt dit de laatste speler. En het is een keeper. En we krijgen niet al te best. Oké, nou, dit gaat wel heel lastig worden om teamgeest nog te fixen. Ik ga wel mijn best doen en misschien dat het gaat lukken. Maar ja, jullie krijgen het wel te zien. Mocht ik klaar zijn, dan zien jullie me wel weer. En dan, ja, dan zien we het. Maar we hebben nu al wel 193. Dat is wel echt... Nou, nee. We hebben 93 beoordeling. Maar we hebben nog niet genoeg teamgeest. Nou, ik heb hier en daar wat dingetjes geprobeerd om toch nog die 100 teamgeest te halen. Maar dat lukt niet. Ik blijf op de 99 hangen. Maar in ieder geval hebben we weer 2 bizar goede drafts achter elkaar. En dit is echt de opstelling die je moet hebben. Dat zei ik al heel vaak. Maar ik krijg hem gewoon niet zo vaak, deze opstelling. Maar het is wel echt een ziek team. Maar ik ga nog 1 of 2 drafts doen. Dan laat ik het erbij voor deze video. En dan hoop ik dat het in een van die drafts gaat gebeuren. Volgende draft, we krijgen 99 pellen. En op zich, de spelers die ik daaromheen heb gekregen zijn ook op zich best wel goed. Ik dacht, ik doe gewoon weer een opstelling met centraal aanvallende middenvelders. Omdat we daar zulke zieke spelers uit krijgen. En dat is nu ook gewoon weer het geval. Ik krijg ook nog Messi als spits. Volgende spits is wel wat minder, maar maakt ook niet heel veel uit. Maar het is wel echt een lijp team tot nu toe. Dit kan hem gewoon misschien weer worden. Dat zou toch zo baas zijn als we gewoon 3 drafts achter elkaar met minimaal 93 beoordeling. Maar nu wil ik eigenlijk die 194 halen. En weet je wat? Omdat dit team zo light begint, wordt dit mijn laatste draft. Dus dit wordt mijn laatste kans op een 194. Ja, zeg maar op de Xbox console. Linksachter krijgen we ook nog Marcelo. Op zich ook prima. Linkt alleen niet heel geweldig. Maar ik kan deze 2 omwisselen. Deze 2 kan ik ook omwisselen. En deze 2 kan ik ook omwisselen. Dat is het voordeel van deze opstelling. Je kan het gewoon van de ene kant naar de andere kant verplaatsen. Maar het gaat echt goed tot nu toe, jongen. 193 nu al. En we hebben alleen mijn basis zelf nog klaar. Dus als we nu echt zieke spelers op de bank kunnen krijgen, dan zou dit hem alsnog kunnen worden. Royce is dan een heel lekker begin. 98. Dat soort spelers heb je nodig. Oh, nice. En we krijgen ook nog de Gea 97. Oh, nice. Oh, dit is echt perfect. Kom op. Oh, dit is dan fucked up. Oké, nou, maakt niet uit. 1 slechte speler kan ik mee leven. Als we gewoon maar nog een paar 90 plus krijgen, dan is dit ook prima. Nou, ik heb 2 van 92. Maakt in principe niet uit voor welke ik ga. Ik ga wel voor Mandy. Puur omdat ik hem super chill vind spelen. Ik had hem laatste keer in een futdraft gebruikt. Hij speelde echt beast. Nu eentje van 93. Holy shit, dit kan hem worden. Dit zou hem kunnen worden. Oh joh, we krijgen ook nog Ronaldo 96. Dit moet hem worden. Als we ooit 1 futdraft en 194 kunnen halen, dan is het deze draft. Dit maakt niet uit. Ik ga wel voor de slechtste rated. Want ik denk dan dat ik altijd wat betere spelers krijg later in de draft. Als ik heel veel voor slechte ga. En kijk, deze spelers komen toch op de reservebank terecht. Dus dan maakt het niet uit dat ik dan nu voor wat slechtere ga. Nou, dan is dit ook nog niet al te best. 85, maar dan moet ik nu een goede krijgen. Het is in ieder geval een zeldzame achtergrond. En 88 rated is dan net te laag eigenlijk. Maar we hebben nog 1 keeper te gaan. En dit valt ook een beetje tegen. Nou, nu ga ik wel voor de beste. Maar ik kan in ieder geval de Gea al op goal neerzetten. En dan kunnen we natuurlijk al mijn reserves hierin op mijn bank neerzetten. En dan ben ik benieuwd of die gaat springen naar de 194. Dat zou zo baas zijn. Hij staat nu al op 93 en we hebben nog 2 spelers die we kunnen verplaatsen. Oh, dit gaat zo spannend worden. De laatste speler. 90 rated en... Oh nee! Hoe dan? Hoe dan? Zouden we misschien in mijn baas zelf nog iets kunnen veranderen dat we toch nog gaan halen? Wat zou ik dan kunnen doen? Ik zou het niet weten. Oh shit man, als ik bijvoorbeeld hier eventjes een upgrade doe, dan hebben we 94. Oh, misschien dat het wel kan. Misschien dat het wel kan. Oh, wat? Ja! Yes! Eindelijk, het is me gelukt. De vorige 2 drafts die waren al zo dichtbij. Met deze draft is het uiteindelijk gelukt. Zonder manager, dat is helemaal ziek. We hebben niet eens een manager hoeven toe te voegen. En we hebben gewoon al die 194. Maar het is ook mijn bank wat het super sick maakt. Maar ook gewoon mijn basis zelf is ook lijp. Ik heb geen 1 speler. Oh ja, trouwens wel 1 speler. 2 spelers onder de 90. Ben Yedder en natuurlijk Alexander Arnold. Die Ben Yedder is eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Dus het had nog beter gekund, dit team. Maar ja, 195, dat is denk ik wel bijna onmogelijk. Maar het is me eindelijk gelukt. Wat een superlijp team is dit. Oh, hiervoor heb ik zoveel moeten strijden. Maar dan laat ik het hierbij, voor deze futrap video. Weet je, ik zei dat dit mijn laatste futrap zou worden. En dan is het wel heel nice dat het uiteindelijk ook gewoon lukt. Dat we deze video kunnen afsluiten met de 194. Maar dan bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, zie jullie later, baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bawz Army. Let's go!